Maar jij hebt alles. Maar Joost heeft niks. Welkom bij een nieuwe aflevering van wederom de Gierige Gasten. Ik ben Niels. En ik ben Martijn. En we staan hier vandaag naast René. Yay! Yay! En René die heeft ons heel despert getwitterd, want zij wil heel graag naar de bioscoop, maar ze heeft daar geen geld voor. Helaas. Nee jongens, ik ben 26 en nog steeds geen geld voor de bioscoop. Dus ja, wij zijn de Gierige Gasten, dus wij laten dat natuurlijk niet gebeuren. Dus wij gaan zorgen dat zij vandaag gratis binnen gaat komen. Nou zijn wij al een keer eerder gratis naar de bioscoop geweest, maar vandaag hebben we een nieuw trucje. Ja. Althans, we hebben twee trucjes. Want we zijn achtergekomen dat het best lastig gaat worden om met z'n drieën in één keer gratis binnen te gaan komen. Mm-hmm. Dus we hebben bedacht dat we gaan opsplitsen. Jullie gaan naar binnen en ik ga naar binnen. Ik ga net doen alsof ik net van de film kom. Ik wacht tot die is afgelopen. Ik ga met die menigte mee. En dan ren ik terug van shit, ik ben mijn jas vergeten. Mag ik die nog even halen? Neem aan dat ik dat wel even mag doen. Zodra ik de kans krijg, sneak ik een zaal in en wacht ik op jullie. Ja. Want jullie... Nou, René en ik zijn vandaag een heel lief koppeltje. En wij hebben een kindje genaamd Martijn Manschot. Hij is 4 jaar oud, alleen we zijn hem zoek. En hij had ook nog iets bij zich. Ja, hij heeft een egeltje bij zich. Want dan wordt het allemaal wat geloofwaardiger van, hopen wij. En zonder dat egeltje kan ik niet slapen. Nee. Ja. En wij moeten hem dus zoeken. En we vragen daarom of we even voorbij... kaartjesmannetje mogen om wat zalen in te kijken. En dan gaan we natuurlijk snel zitten. Zeker. Ja, dan komen jullie mij joinen en dan gaan we film kijken. Ja? Chill. Met mijn egel. Let's go. En popcorn. Dat wil ik altijd een keer willen doen. Ja? Daar zijn we geweest. Maar het begint al over 10 minuten, de Minions. En daar willen we naartoe. Nee, jullie moeten er vandaan komen. Ja, maar we willen daar ook toch naartoe. Nee, jullie willen niet naartoe. Oh, welke dan? Laat dat maar aan mij over. Dat is mijn taak. Ik zorg, ik laat jou weten welke film je gaat kijken, ja? Oké. Zellig zo. Ben benieuwd. Oké, dus ik ga eerst. Ik ga mijn jas kwijtraken. En dan bel ik als ik binnen ben. En dan is jullie beurt. Oh, wat spannend! Ah, wat spannend! Ik ben dus binnen. Niemand bekommert zich om mij, dus ik zit hier al een beetje chillen. Oké, lachen. Zie zo. Oké, laten we naar binnen gaan. Mama, papa. Oké, we zijn niet vrolijk. We zijn niet vrolijk. Meneer, wij zijn ons kindje kwijt. Oh. Kunnen jullie misschien iets omroepen of zo? Ja. Een jongetje. 4 jaar oud, blond Martijn heet. Zaal 2? Ja. Ja. Ik zag net Niels, RNA, één security. Twee PP-medewerkers samenlopen. Ik denk niet dat zij binnen gaan komen. Ik weet ook niet hoe ik ze moet helpen. Het stoot helemaal uit de hand dit. René appte mij toen ik in de zaal zat waar ik zat. Dus ik zeg zaal 5. Nou, na een hele lange tijd heb ik geen reactie meer van haar gekregen. Dus ik ben naar buiten gelopen. En ik zie Niels en René op de roltrap naar de verkeerde etage. Maar met de security en 3 mensen van PP. Dus die gaan daar echt no way weg van kunnen sneaken. Dus ik heb het idee dat het niet helemaal gaat lukken. Maar hoe gênant ook voor Niels en René, dat die moeten zo meteen natuurlijk opbiechten dat ze helemaal geen kind hebben. De politie wordt gebeld. Ja, Joost is gepakt. Joost is gepakt. Oké, ik had dus gelijk. Het is helemaal uit de hand gelopen. Maar Joost en Niels zijn gepakt. Oké, nou, papa en mama die zijn terecht. Kom je aanlopen, ga er even naartoe. Oh, wat erg. Zo. Papa. Oh, ik mis je zo. Je egeltje. Ik ben er Dit was gênant of niet? Zo, dit is erg gênant. Wat is allemaal gebeurd? Op het moment dat we wilden gaan beginnen, begint er in één keer een werknemer tegen me aan te praten. Hé, je hebt het vergierig gasten, hè? Ja, daarom is het dus ik zou, hij speelde best goed, hoor.
Maar jullie hebben hier ook weer gefilmd. Iedereen heeft dat boos hier geworden, serieus. En toen hoor ik een keer Joost achterroepen. Joost, nu! Dus ik kijk om. En die gozer die kijkt naar waar Joost staat. En Joost staat met de camera. En in één keer denk je... Er wordt gefilmd. Er wordt gefilmd hier. Dus wij, hup, snel naar de balie. Ja, ons kind vermist, blablabla. Bla, bla. Ja. In één keer wordt security ingeschakeld. Ja. En die zegt, ik ga je allemaal aanhouden, zei hij. We gaan je aanhouden. Mensen die daar rondliepen, die zeiden, er wordt gefilmd omdat Joost daar rondliep. Dus in één keer begint security tegen ons te praten. Ik zag denk op een gegeven moment echt wel vier van die roze shirtjes omheen. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, maar we hebben dus geen film voor jou. Dus ik stel voor, je hebt helemaal gehad, dat wij gewoon lekker thuis op de bank film gaan kijken. Ja, met een biertje. Hey Niels, Marcel. Nou, dat was wel heftig. Volgens mij is het de allereerste keer in 30 video's dat ze wij officieel gepakt zijn. Herkend. En herkend, ja. Want ze herkennen ons echt letterlijk allemaal. Nou, Renéetje hier die heeft ons getwitterd om gratis naar het van de bioscoop te gaan. Maar ze loopt weg met een verbod bij een heel groot bioscoopbedrijf. Ja. Waarvan we naam niet meer gaan noemen vanaf nu. Maar goed, vonden jullie het nou een leuk filmpje? We hebben ook andere filmpjes waar het wel lukt. En abonneer gelijk even, like ons even op social media. En ik heb niet te vergeten ook nog een ander YouTube kanaal, Skills TV heet dat. En daar voer ik elke week hele vette pranks uit met jongens die echte skills hebben. Dus niet deze lame skills die wij vandaag uitvoerden. Check dat even, dat is ook een heel tof kanaal. Ja. Yes, link staat in de beschrijving. En René heeft...